Vandaag zijn we bij schaatsvereniging Viking in het Sportium in Den Bosch. Verder zijn we in Manege de Langspier, waar we gaan kijken naar een groot evenement van paardensportvereniging Sint Martinus. Achons. We zijn vandaag de gast bij schaatsclub Viking 87 uit Boksel, die in Den Bosch in training is. En bij me staat Carol van Kesteren, de secretaris van de vereniging. Carol, vertel eens wat over de vereniging. In 87 opgericht en nu functionerend? Ja, we draaien weer zeg maar sinds een paar jaar. In 88 hebben we hier voor het eerst schaatsles gegeven in Den Bosch, toen nog in de Vliert. Dit is het 26e seizoen al dat we hier te gast mogen zijn, dat we hier ijs mogen huren. Want ja, in Boksel hebben we natuurlijk geen vaste ijsbaan. Je kunt er wel schaatsen als het een beetje gevroren heeft. Maar nee, Viking zit al met hun schaatslessen heel lang in Den Bosch en Eindhoven. Ja. Ja, dat er in Boksel geen schaatsgelegenheid bestaat, alleen in de winter af en toe een keer. Dat heeft natuurlijk wel de invloed gehad op het ledental in de loop der jaren. Jullie waren een grote vereniging, zijn toen op een gegeven moment toch een aantal leden teruggelopen. Maar nu zijn jullie weer in opkomst? Ja, we zijn eigenlijk weer in opkomst. Ik ben in 1995 bij de vereniging gekomen. Toen was eigenlijk de eerste bloeiperiode was voorbij. En toen hadden we nog 26, 27 leden. En dat hebben we eind jaren 90, mede onder invloed van het inlineskaten, hebben we dat weer flink uit kunnen bouwen. Tot aan zo'n 120, 130 leden rond 2001. Toen is de ijsbaan in Eindhoven verbouwd en mochten wij geen lessen meer verzorgen tijdens publieksuren. Dat heeft ons in eerste instantie heel veel volwassen leden gekost, zeg maar, die dan elke zaterdagochtend met 40, 50 man in Eindhoven reden. Nou, de tweede teloorgang, zeg maar, hebben we eigenlijk gehad toen bleek dat we in 2005 zelf geen eigen skielebaan konden krijgen in Boksel. En we hadden een aantal jeugdleden die erg goed reden, onder andere Kespijn, Ariens en dat soort jongens. En ja, die zijn toen op een gegeven moment naar andere verenigingen gegaan, omdat die wel hun aanbod konden geven. Nou, wij hebben toen maar een beetje doorgemodderd en ik ben toen in 2006 helemaal gestopt met het schaatsen. En eigenlijk in 2011, toen bleek dat er nog maar 17 leden over waren, hebben we eigenlijk maar weer samen met mijn zoon Rick de vereniging opnieuw ter hand genomen en leden gaan werven en gezorgd dat we weer ijs konden huren en skielessen geven. En dat heeft geresulteerd. We hebben nu weer zo'n 45 leden. Dus er zit weer groei in, gelukkig, het laatste jaar. En ik zie dat er een groot aantal jeugdige leden is en dat is natuurlijk wel belangrijk voor jullie vereniging. Dat is de basis. Als je geen jeugdleden hebt, dan bloeit de vereniging, die bloeit helemaal dood. Het mooiste zou zijn als we uit deze jeugdleden weer een klein wedstrijdgroepje konden starten. Op de wieltjes of op de ijzers voor mij. Dat maakt het eigenlijk niet uit. Rick kan beide groepen trainen. En die heeft ook veel ervaring in het inlineskaten. Dus het zou mooi zijn als we daar in Boksel nog eens een keer wat meer mee konden gaan doen met inlineskaten. Ja. Ja, voorlopig is het natuurlijk zo dat het bij trainen blijft. Wedstrijdrijden is voor deze schaatsers nog niet aan de orde. Maar jullie zijn ze wel aan het opleiden om daar in de toekomst aan te kunnen beginnen. Ja. De jeugd in deze leeftijd die rijdt meestal nog geen wedstrijden op de 400 meter baan. Maar wel op kleine banen zoals deze ook hier. Hè, 30 bij 60 baan. Er was altijd een toernooi voor van de KNSB georganiseerd in Brabant. En dat is eigenlijk een beetje verworden tot shorttrack toernooi. Dus ik ben bezig met een aantal andere voorzitters van verenigingen om te kijken of dat we dat weer terug kunnen krijgen voor schaatsers op Noren. Zodat dat ook voor mensen, jongens en meisjes, zit een hele goede gelegenheid is om weer eens kennis te maken met de lange baan wedstrijdsport. Ja. De zomerdag is het inlineskating. Ja. In Boksel kan er ook niet, er is geen accommodatie voor. En daarvoor wijken jullie uit naar? Wij gaan naar Nieuwkuik. Daar ligt een mooie trainingsbaan met zowel een kleine ronde van 270 meter als een grotere baan. Waar ook met jongens wat meer op afstand gereden kan worden. Hij is eigenlijk afgesloten van het verkeer, dus dat is wel ideaal. En één keer in de vier weken gaan we daar naartoe. Ja. Ja, jullie kunnen natuurlijk nog heel veel nieuwe leden gebruiken. Ja, doe eens een oproep en vertel eens hoe dat ze zich kunnen aanmelden. Nou, wij zijn net als elke club hebben wij een website, we hebben een Facebookpagina. En daar, dat is dan www.viking87.nl. Daar kun je het knopje lid worden aan klikken. Daar vind je alle gegevens over. Je kan mij ook gewoon even bellen. En dan stuur ik de spullen toe.
Dat is, ik sta het gewoon in het telefoonboek van Boksel nog, ouderwets zeg maar. Ja, via de Facebookpagina. Je kunt je eigenlijk op alle manieren aanmelden. Het is eigenlijk moeilijker om geen lid te worden, zeg maar, dan om wel lid te worden. Dat is eigenlijk het punt momenteel. Ja. Ik sta vandaag in Manege de Langspier, waar paardensportvereniging Martinez haar grote evenement houdt, een springtoernooi. Naast mij staat bestuurslid Geert van der Braak. Geert, een groot evenement. Dit weekend doen er 290 deelnemers mee, vanaf de categorie beginners tot de categorie zwaar, de gevorderde. En ja, de hoogte varieert dan van een meter begint de categorie B tot 1,20 meter de categorie zwaar. Zijn allemaal amateurs of zijn hier ook profs bij? Het zijn vooral amateurs en een aantal semi-profs zul je wel zien. Maar de echte grote Nederlandse profs die komen hier niet rijden. Dit is echt de basis, dit is echt de basissport. Voor de basiswedstrijden, sorry. Jullie hebben niet alleen activiteiten voor springpaden, maar jullie hebben veel meer activiteiten bij Martinez. Ja, dat klopt. Naast de springwedstrijden organiseren we ook altijd dressuurwedstrijden. En deze winter organiseren we ook een kuur op muziekwedstrijd voor viertallen. Dat wil zeggen dat er vier ruiters achter elkaar in de ring komen die een proef rijden synchroon met muziek. Een hartstikke mooi evenement om te zien. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? Ons club telt om en nabij de 100 leden. In totaal waar ponyruiters bij zitten en paardenruiters van kinderen tot volwassenen. En moet je dan een eigen paard hebben als je bij jullie, of hebben jullie een manege waar je ook paarden kunt huren, of hoe werkt dat eigenlijk? Nee, onze vereniging bestaat uit leden die allemaal een eigen paard of pony hebben, die hier op deze club komen lessen. Want door de week geven we hier bijna elke avond worden er clublessen gehouden, springen en dressuur. En die vaak in het weekend allemaal op wedstrijd gaan. Ook, we hebben ook een aantal recreanten, maar het zijn wel allemaal mensen met eigen paarden. Jullie geven ook les. Jullie hebben instructeurs. Hoe werkt dat? Nou, op doordeweekse avonden van maandag tot en met donderdag, dan vinden hier oefenavonden in de manege plaats. Dan is er een uur les per groep en dan doen een vijftal deelnemers aan mee, of dressuur of springen. En zo worden ze lesgegeven hoe ze op de wedstrijd goed kunnen presteren en hoe het om bijgeschoold te worden. Nou staan we in een prachtige hal. Maar er zit nog van alles omheen. Kun je iets meer over jullie accommodatie vertellen? Ja, onze accommodatie hier aan de Molenwijkseweg bestaat uit een tweetal rijhallen. Hier de grote rijhal waar we nu in staan, waar de wedstrijd wordt gereden. Hier langs nog een kleinere rijhal, daar wordt in los gereden zeg maar, voor de wedstrijd. We hebben ook nog een buitenterrein waar nog een aantal dressuurringen zijn en een parkeergelegenheid. En nog een groot grasveld buiten. Waar ook nog ooit in de zomer wel eens evenementen gegeven kunnen worden. En waar we normaal zomers ook oefenen en trainen. Nou las ik op jullie site dat jullie een hele bijzondere vloer zouden hebben. Nou zie ik hier alleen maar zand. Maar waar kan ik dat vinden en wat is dat eigenlijk? Nou in zoverre een bijzondere vloer. Dit is niet gewoon zand wat hier ligt. Dit is zand gemengd met een bepaald soort substantie. Waardoor die niet vast komt zitten en ook niet te los wordt. Een ideale bodem voor paarden om in te rijden. En dat is voor wedstrijden is dat heel ideaal, waardoor we hier ook heel veel deelnemers krijgen. Jullie vereniging is erop uit om te presteren. Want jullie hebben Nederlandse kampioenschappen gehaald. Ja, dat klopt. Er zijn binnen deze vereniging de nodige Nederlandse kampioenschappen gehaald. Op individuele basis, maar ook met acht en viertal of meertal in ieder geval. Zijn er redelijk al een aantal keren Nederlandse kampioenschappen behaald. Ja. Is dat een teken dat presteren het belangrijkste is van de vereniging? Nou, niet alleen presteren is belangrijk. Ook de gezelligheid en ook de recreatie is in onze club wel degelijk belangrijk. Alleen de resultaten, ja, die spreken wel natuurlijk tot de verbeelding. Maar ook de recreanten, die zijn hier in deze vereniging. Ja. Hebben jullie nog behoefte aan nieuwe leden? Ja, altijd. Nieuwe leden zijn hier altijd welkom en daar is ook voldoende ruimte voor. En waar moeten ze daaraan voldoen? Waar moet je al van doen? Ja, een eigen paard of pony is natuurlijk wel een vereiste om hier te kunnen rijden bij onze vereniging. Wat is de maandagmorgengroep dan? De maandagochtendploeg is een groepje vrijwilligers in de verenigingen die er zich elke maandag inzetten om de manege te onderhouden en bij te houden, schoon te houden, zodat het hier allemaal spik en span bij blijft in deze manege. En ja, dat is een heel goed ding, waardoor het hier ook allemaal
allemaal netjes blijft, altijd. Ik heb hier een van de jongste schaatsers van Viking bij me staan. Hoe oud ben je? Ik ben 12 jaar oud. Schaats je al lang? 2-3 jaar ongeveer. Maar ik skieler in de zomer ook. Oh, dus een combinatie van schaatsen en skieler bij je? Ja, dat klopt, ja. Waarom ben je bij Viking gekomen? Vind je schaatsen nou zo leuk of had je andere motieven om dat te doen? Nee, ik skielerde eigenlijk ook thuis al heel veel en ik vond het wel leuk om ook op les te gaan. Dus toen ben ik op skiles gaan in de zomer schaatsen of in de winter schaatsen ze hier ook. Ja, maar dat moeten jullie, ja, skiler kun je in boksen natuurlijk, maar voor schaatsen moeten jullie altijd naar Den Bosch? Ja, naar Den Bosch of in Eindhoven kunnen we ook schaatsen, ja. Oh, in Eindhoven kun je ook schaatsen? En train je dan erg speciaal voor? Nou, in Eindhoven doen we meestal niet met de club trainen, maar dan ga ik gewoon met mijn vader schaatsen. En dan doen we meestal gewoon rondjes en een beetje achter die groepen schaatsen en zo. Ja, je bent dus nu in training in feite. Ja. Maar heb je nog dat je in de toekomst wedstrijdschaatser wil worden? Ja, dat lijkt me wel leuk om te doen, ja. Ja. Maar dan kun je verschillende soorten schaatsen, hè? Wedstrijdschaatser worden. Je kunt short track trainen, je kunt lange baan trainen, je kunt korte baan trainen. Wat ga jij doen? Ja, mij lijkt short track op zich wel leuk en lange baan lijkt me ook wel leuk. Oh, je wilt nog een keer de boksense kraber worden? Ja, ja, ja. Oké, okay, dan wens ik jou veel succes daarbij. Dankjewel. Naast mij staat een springruiter uit Bokstel, Rudy van der Heijden. Het is heel goed gegaan. Ik had helaas wel één balk eraf gesprongen. Maar ik was wel heel tevreden omdat ik nog een jong paard heb. En die nog heel veel moet leren. En dat heeft hij vandaag weer heel goed opgepakt, de wedstrijd. Met één balk eraf springen heb je geen kans meer om te winnen vandaag? Nee, die kans is helaas verkeken. Maar omdat hij toch zoveel goede dingen geleerd heeft, hebben toch weer goede moed voor de volgende wedstrijd. Doe je dit al lang? Ik doe dit al vanaf dat ik 5-6 jaar was. Toen heb ik mijn eerste paard gekregen van mijn ouders. En sindsdien heb ik heel veel paarden gehad. En ben ik het altijd met heel veel liefde en plezier blijven doen. Doe je nou ook een officiële wedstrijd door heel Nederland mee? Of hoe gaat dat nou? Ja, over het algemeen rijd ik de meeste wedstrijden hier in de regio Brabant. Maar mocht het een moment zijn dat er geen wedstrijd is hier in de regio, dan kunnen we wel eens verder weg gaan rijden. Omdat ik nog maar een jong paard heb en hij nog niet zo lang mee op wedstrijd gaat, zit ik nog in de klasse B. Dat is voor de beginners. Naarmate je meer punten haalt, kom je iedere keer een klasse hoger en zo kun je door tot klasse Z. Heb je een eigen paard? Ja, ik heb een eigen paard. Dit paard heb ik al vanaf veulen af aan. En hij is nu 4 en ben ik sinds een jaar erop aan het rijden. Is dat een dure hobby zo? Het is een hele dure hobby, maar een hobby mag geld kosten. En ik heb gelukkig ook nog goede sponsors achter de hand en daar zijn mijn ouders die er ook nog een hobby in hebben om dat ik deze hobby uitvoer. Je bent lid van Sint Martinus, daar rij je ook, maar je bent ook iets van mede-organisator. Ja, ik organiseer deze wedstrijd ook mede. Naast alleen lid zijn is het ook belangrijk dat we ook wedstrijden organiseren. En voor die wedstrijden zijn veel vrijwilligers nodig. En daar ben ik er één van. En dat maakt het mede mogelijk dat ik zelf en anderen ook hier deel kunnen nemen aan de wedstrijd. Springen vind ik het spannendste of het meest uitdagende voor mij. Dressuur is ook een hele uitdagende sport. Maar springen, daar ligt toch de passie. En misschien als ik later niet meer in de gelegenheid ben om te springen, dat ik toch de overstap maak naar dressuur. Is dressuur iets voor ouderen dan? Nee, zeker niet. Maar mijn passie ligt toch bij het springen. En zolang ik dat nog kan doen, blijf dat zeker beoefenen.
Maar dressuur is ook een heel mooie sport. Je hebt nou verschillende keren gezegd hoe mooi de sport is. Kun je nou eens in een paar woorden tegen onze kijkers zeggen waarom dat ze aan de paardensport zouden moeten beginnen? De veelzijdigheid, het bezig zijn met dieren en heerlijk buiten je ei kwijt kunnen, je ding kwijt kunnen. Als ik een stressvolle dag heb gehad en ik ga daarna trainen en lekker paardrijden, dan is de stress weg. Dus dat is, zijn wel mijn belangrijkste redenen om te paardrijden. Loeke, hoe oud ben jij? 14. Ben je al lang bij Viking? Ik denk 2 of 3 jaar. Waarom ben je bij Viking gegaan? Nou, we hadden skielers gekocht en toen had mama gezocht of er skielerles was. En toen was er ook schaatsles en dat leek ons wel leuk. Dus je bent eigenlijk met skieler begonnen en toen ben je van skieler ben je overgestapt of ben je doorgegaan op schaatsen? Ja. Wil je iets bijzonders in schaatsen gaan presteren? Nee, dat niet. Je wilt alleen hier een beetje trainen dat je in conditie blijft? Ja. Dan heel veel succes. Naast mij staat Dante Kuipers uit Boksel, die vandaag als Amazone ook meegedaan heeft en nog steeds meedoet op dit moment aan deze wedstrijd. Ze heeft al gereden, maar ze moet dadelijk ook nog de barrage rijden. We gaan haar eens vragen hoe dat de eerste rit is gegaan. Ja, prima, ben tevreden. Ik had een balkje, maar dat was mijn eigen rijfout. Ik ben tevreden over het parcours. Dan kom je met één balk eraf, kom je toch in de barrage? Nee, ik rijd eigenlijk geen barrage. Ik rijd eigenlijk in een hogere klasse nog met mijn paard. Dus dan mag ik weer opnieuw beginnen. Dan begin ik weer met 0 punten. Vertel eens over hogere klasses, lagere klasses. Ben je zo goed of wat moet ik me hier nou bij voorstellen? Nou, ik heb net 1.10 gesprongen en ik ga nu een hogere klasse springen, dus dat is dadelijk 1.20. Dat is 10 centimeter hoger en net iets technischer, dus ja, wel spannend. Het is voor mij nieuw dat ik in deze klasse start, dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Je rijdt veel wedstrijden, zit je in een bepaalde klasse in Nederland of hoe moet ik dat zien? Nou, ik rijd gewoon normale wedstrijden. Ik krijg geen speciaal hoge wedstrijden, gewoon zoals deze. Ik rijd met een jong paard, rijd ik nu nieuw in de B, laagste klasse. En met het paard dat ik nu bij heb in de L en in de M, dus iets hoger. Dus je hebt meerdere paarden? Ja, we hebben er 2. Ja. Ik rijd die van mijn zus nu, die is nu in Oostenrijk. En ik heb haar paard nu even overgenomen om mee te nemen op wedstrijd. Zijn jouw eigen paarden of word je daarmee gesponsord? Ja, nou, mijn moeder is mijn sponsor. ik betaal er zelf niks aan, maar ze zijn officieel van mijn moeder. Maar ik rijd erop, dus... Heb je hier veel tijd voor nodig om dit te bereiken en met die paardensport bezig te zijn? Ja, redelijk. Ja, ik ben vanaf jongs af aan bezig. Reed met ponies al wedstrijden. En ieder weekend op wedstrijd en trainen door de week. Dus het kost veel tijd, maar ik vind het de moeite waard. Hoeveel tijd? Ja, nou ik er 2 rij, kom ik uit school, dan heb je toch wel per paard een uurtje nodig op een dag. Dus veel tijd, uur op een dag, 1,5. Maar je zit dus nog op school. Ja. Kun je dat er allemaal naast doen? Of wat voor school is dat dan? Ik zit nu in HAVO 5, dus het is druk. Maar mijn moeder kan ook rijden, dus die helpt me af en toe. Dus als ik niet kan, dan stapt zij erop. Dus het is allemaal net te doen. Waar examen gaan doen en zoveel tijd eraan besteden, dan moet je toch wel heel erg leuk vinden, zo'n hobby. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ben vanaf jongs af aan bezig en ik zou het ook niet weten hoe het is om geen paarden te hebben in mijn leven. Dus ik vind het echt heel leuk. Ja. Heb je nog andere hobby's of heb je daar geen tijd meer voor? Ja, ik hockey ook. Ook nog 2 keer in de week. Dus ik heb het druk. Maar vind ik ook heel leuk. Het is weer helemaal anders. Oké, dan wens ik jou heel veel succes. Ja, dankjewel. En hoe gaat het dadelijk nou precies? Want dan kunnen we nog even misschien opnemen. Nou, ik ga dadelijk parcours lopen. Dan het parcours wordt veranderd. Dus opnieuw lopen, kijken waar ik heen moet. Dan ga ik losrijden en dan kan ik de ring in. Oké, succes. Dankjewel. Hij die houdt van paarden, heeft hemel op aarde. Maar komt hij te serven, valt er niks te erven.